Ja, en dan, ik meldde natuurlijk al die tankstops. Dit is dan geen tankstop, dit is Bert Morrit, die met problemen langs de kant komt te staan. Daar zien wij een aanval op de leidende positie van Lammers door Loek Vermeulen. Maar natuurlijk moet ook hij met die zware bak eerder in de remmen als de lichtere Lammers met de lichtere auto. Een ideale combinatie overigens. En dat zal ook blijven.